praten over een stabilisatie- en herstelplan, maar ook het uitschrijven van deze vergadering zou kennelijk niet hebben plaatsgevonden als de inkomsten van staat op het niveau waren gebleven als van 2012. Dit zegt André Misikaba, parlementariër van de NDP, tijdens de openbare DNA-vergadering, waarbij de regering informatie heeft verschaft over de economische en financiële situatie. De Nationale Assemblée drong al enige tijd aan op deze vergadering, waarbij de president onder meer moet ingaan op de stand van zaken rond Suralco Alcoa. Het is niet de eerste keer dat Suriname een crisis meemaakt, zegt Misikaba. De goudprijs en de olieprijs zijn in de afgelopen periode veel gedaald en dat is onder meer de oorzaak geweest van de situatie, geeft hij aan. Tegenover de zeer drastische afname van de deviseinkomsten hadden we de vaste lasten van de overheid die op hetzelfde niveau bleven en in sommige opzichten zelfs meer werden. Maar niet dat alleen. Want je hebt een overheidsapparaat die veel intransparantie in zich herbergt en daardoor corruptie op elk niveau mogelijk maakt. Voorzitter, laat mij me haasten om te zeggen dat wat het lasten betreft ik geen klaagzang aan het zingen ben. Ook heeft de fractie waarvoor ik verantwoordelijk ben niet de luxe tot klagen. Het volk heeft de NDP bij de laatste oude verkiezingen 26 zetels gegeven om de noodzakelijke wetgeving in place te brengen om met name corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek, intransparantie enzovoorts aan te pakken. Mijn fractie heeft die dankbare opdracht van het volk aanvaard en begrepen en is daarom gestart, uiteraard met ondersteuning van haar partners, met de duurzame herinrichting van de staat middels wetgeving. En u begrijpt dat het werk zoveel is dat we geen tijd hebben om op straat te gaan lopen. De regering wordt door critici verweten dat zij niet op tijd op de rem heeft getrapt toen de deviseinkomsten aan het kelderen waren. Want, stelt men, de regering is in bepaalde opzichten doorgegaan met het voldoen aan de vraag naar voorzieningen uit de gemeenschap. Er was zelfs gesproken van populistisch beleid en onverantwoord regeren. VHP-parlementariër Chandrika Persat Santokhi vraagt zich af hoe erg de crisis is en hoe de regering die wil aanpakken. Het parlement ziet echter nog steeds geen crisisbeheersplan, zegt hij, enigszins geïrriteerd. We zien dat crisisbeheersingsplan nog niet. We zien dat crisismanagement nog niet. We zien dat crisisleiderschap nog niet. Wat we wel zien, regering en president, is dat u systematisch ministers vervangt. Maar we hebben niet gezien dat die vervanging leidt tot verbetering. Voorzitter, de president staat aan het hoofd van het bestuur, is belast met de uitvoerende macht. De president, u bent de eerste verantwoordelijke die men gaat aanspreken. U bent verantwoordelijk verschuldigd aan het parlement om uit te leggen hoe het gaat met uw bestuur, hoe gaat het met het beleid. Voorzitter, wij moeten concluderen namelijk dat 2 jaartjes na mei 2015... de crisis erger is geworden. En de minister van Financiën die komt vaker in het parlement of in de samenleving en die verschaft die informatie dat het steeds beter gaat, dat we uit die ergste situatie zijn gekomen en dat we het ergst al achter de rug hebben. VHP-parlementariër Chandrika Persat Santokhi. Hij sprak vandaag op de openbare DNA-vergadering. De regering heeft tijdens deze vergadering informatie verschaft over de economische en financiële situatie in het land.